Het Dordtse restaurant Daantje is het beste vegan restaurant van het land. Zondag kregen zij de Vegan Award 2018 tijdens een landelijke bijeenkomst van veganisten. Het is gewoon een soort erkenning dat we dus toch iets goed doen. En we werken gewoon heel hard ervoor. Dus ja, aan de ene kant heb je ook zoiets van, ja, we verdienen ook wel een keer een prijs. Maar aan de andere kant denk ik, ja, er zijn zoveel mensen die het verdienen. Dus als je hem dan eenmaal hebt, ja, dat is heel bijzonder. In het restaurant op de Nieuwstraat kunnen gewoon burgers, broodjes, salades en kaas besteld worden. Die zijn alleen niet van vlees of dierlijke producten, maar van planten gemaakt. Het zijn niet alleen veganisten die bij ons komen eten, maar ook vegetariërs, maar ook omnivoren. Mensen die verplicht mee moeten voor iemand anders en die dan toch wel meevalt, zeg maar. En wat vind je zelf het lekkerste van wat jullie zelf maken? Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik vind heel veel lekker. Ik heb nu wel één favoriet en dat is de BLT. Dat is officieel natuurlijk bacon, lettuce en tomato. En wij hebben dan de bacon van tempeh gemaakt. Dus tempeh bacon. Die is echt heel lekker. Ja. Daantje bestaat ondertussen 3,5 jaar en is in die tijd goed op de kaart gezet. Ook in de voorgaande jaren was het eethuis genomineerd voor verschillende vegan awards. Ja, ik denk niet dat wij beter zijn, maar ik denk dat wij ondertussen gewoon heel veel fans hebben. Hoop ik eigenlijk, dat vermoeden heb ik. Mensen die het fijn vinden om hier te komen eten. En ik denk dat ik dat onderschat heb. Dat er gewoon heel veel leuke, lieve mensen zijn die op ons wilden stemmen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Echt super, ja.